Arn Bormans uit Vlaanderen. En die gaat ons iets vertellen over keringen in België. Goed. Ik denk dat ik deed. Ja, oké. Ik werd vriendelijk uitgenodigd om hier ook eens een verhaal te komen vertellen aan het slot van deze dag. Waarvoor ook mijn dank, voel me vereerd. En ikzelf, ik ga even kort nog iets over mezelf vertellen om te kaderen in welke hoedanigheid dat ik hier iets kon vertellen, anders maak ik jullie maar wat wijs. Zijn er toevallig nog Vlamingen of Belgen in deze zaal? Dan moeten we het al niet over voetbal hebben, dus dat is al positief. Goed. Ik heb een paar lijnen doorheen mijn presentatie, met name mijn eigen organisatie, maar ook de organisatie of de plaats van mijn organisatie binnen de Vlaamse overheid en het departement waartoe het hoort. Dan heb ik het ook over het kennisbeheer, de beeldvorming die we uiteindelijk ook doen en de gevolggeving na die beeldvorming uiteindelijk die een status zal opleveren. Ikzelf ben hoofd patrimoniuminspecties bij afdeling Zeeschelde Zeekanaal. Dat is een van de drie territoriale afdelingen bij de Vlaamse Waterweg. En ons ambtsgebied van die drie territoriale afdelingen, dat strekt dus van west naar oost door in heel Vlaanderen en betreft alle bevaarbare waterloop. Daarbij zijn bijzondere aandachtspunten dat de eigenheden lokaal heel sterk kunnen verschillen. In het oostelijke deel de Limburg zijn er vooral meer gegraven kanalen, uitgezonderd net die ene helft van de Maas die de onze is. In het centrum, vooral aan de noordzijde, zijn er tijgebonden waterlopen. En dat tij dat strekt zich wel erg ver, ook met enige vertraging. En tij is jullie uiteraard niet vreemd. En aan de oostzijde is het afdeling Bovenschelde, zoals wij die noemen. En daar wordt men vaak geconfronteerd met bovenwassen. En die dient men specifiek op te volgen om problemen voor de belendende gronden, aan de steden enzovoort, te voorkomen. En bovendien moeten wij instaan voor de watervoorziening voor het kanaal Gent-Terneuzen. Uiteindelijk, dat kan allemaal in cijfers vertaald worden. Uiteindelijk hebben we ongeveer een budget van 220 miljoen om te investeren, om te werken aan alles om en rond het water en ook uiteindelijk voor het onderhoud ervoor in te staan. U kan over die cijfers heen gaan om u maar een beeld te geven. Uiteindelijk, de taken die wij ons toebedeeld hebben gekregen namens de Vlaamse overheid, want wij zijn een NV, dat komt ook weer overeen met hier een BV, denk ik. Wij de opdracht toegewezen gekregen met de Vlaamse overheid als hoofdaandeelhouder om in te staan voor de exploitatie, het onderhoud en de modernisering van de waterweg en de omgeving. Dus we staan in relatie met alle partijen om en rond het water. En waterbeheersing, wat hier ook in Nederland een big issue is en in België eigenlijk nog niet zo in de genen van de mensen zit als in Nederland. En uiteindelijk ook, een problematiek die zich ook in Nederland manifesteert, het verkeer op de weg, proberen af te leiden naar het verkeer op het water. Dit kunnen we ook in cijfers terugvinden in een echte groei die we verwachten binnen de komende jaren. Mijn werkgever, de Vlaamse Waterweg, NV, werkt dus voor de Vlaamse overheid, die daar 100% aandeelhouder van is. En de Vlaamse overheid heeft volgens de federale overheid bevoegdheden gekregen. En die bevoegdheden, dat is een hele list. En in bijzonder springen er daar twee uit die betrekking hebben op uiteindelijk ons beheer.
En dat zijn de openbare werken en vervoer en het leefmilieu. Die komen elkaar vaak tegen, dat botst en knotst. Maar wij dienen als beheerder daar een weg in te vinden. Uiteindelijk die bevoegdheden die worden vertaald in beleidsdomeinen. En elk beleidsdomein wordt geleid door een Vlaams minister. Zo hebben wij ons in die zin gestructureerd. En dat betekent dat de minister voor mobiliteit en openbare werken en de minister voor omgeving betrokken partij zijn bij het beheer van alles wat water keert. Ikzelf ben enkel betrokken bij MOW, mobiliteit en openbare werken. En enkel bij die van de bevaarbare waterloop. De niet bevaarbare waterloop, die vallen onder het departement omgeving. Ik kan specifief inzoomen, dat is even cursus staatsindeling, moet ik zeggen. Maar het is maar een klein stukje, sta mee toe. Excuseer. Goed, maar mobiliteit en openbare werken. Ja, zoals er hier ook allemaal benamingen bestaan voor onderdelen. En, hier de provincie dan nog. Want bij ons provincies, dat is iets wat er helemaal uitgaat. We hebben... Ja, sorry dat ik het moet zeggen in deze. Ik kan moeilijk stellen, slopen die handel, hè, dat kan ik niet zeggen. Alsjeblieft. Nee. Wij hebben een andere... Wat blieft? Ja, maar... Zeker. Maar wij zijn anders gegroeid. Ooit waren er de Verenigde Provinciën en zo, weet u wel. Er is dus nog veel taal van toen die nu nog gehanteerd wordt in zaken water, trouwens. Mijn beleidsdomein is mobiliteit en openbare werken. En daarbinnen zijn er verschillende departementen. En daartoe hoort dan dus de Vlaamse Waterweg als een departement. Maar ook het departement mobiliteit en openbare werken. Waarom licht ik deze twee specifiek uit? Dat is omdat het departement van openbare werken bestaat uit verschillende afdelingen. Maar die afdelingen... Vier daarvan die staan in voor de technische ondersteuning. De algemene technische ondersteuning betekent in dit geval dat zij instaan voor meten en specifieke beeldvorming. Dan is er afdeling geotechniek, het woord zegt het zelf. Dan is er ook een afdeling expertise beton en staal en uiteindelijk ook het waterbouwkundig laboratorium dat misschien sommigen onder jullie ook wel kennen. Ons agentschap doet beroep op een ander departement, op het departement met betrekking tot die centrale kennis. Dus de relaties tussen al die entiteiten die zijn erg belangrijk. En wij handelen dus hier als beheerder. En dat kan ik dan eventueel terugkoppelen met jullie zorgplicht die opgelegd is. Wij hebben dat als zodanig niet in Vlaanderen. Er is niet expliciet gesteld, jullie zorgen, dat aan die voorwaarden zal worden voldaan en dat het getoetst kan worden en dat dat kan gerapporteerd worden en tegenstelbaar gemaakt. Al wat je wil, dat hebben wij niet. Wij worden geacht te handelen als een goede huisvader. Dus dat biedt de rechter meer mogelijkheden om te oordelen. Maar toch, hè. Er zijn enkele precedenten die geleid hebben tot iets bijzonders, met name de inspectie van bruggen. De Vlaamse Waterweg die beheert niet alleen water en al wat er net langs staat, maar ook aanhorigheden zoals bruggen. En bruggen zijn sinds twee voorvallen in de jaren 80, als ik me goed herinner, die bruggen die moesten sinds dan wel periodiek geïnspecteerd worden en gerapporteerd over de toestand ervan, want ze waren met name ingevallen. Dat is het eigenlijk maar. De enige plicht die wij vanwege alleen een beleidsbrief hebben gekregen, dat we de bruggen moesten doen. Al de rest, trek uw plan. Hoe doen we dat, de plan trekken? Het is nog niet zo georganiseerd, tot voor kort.
mag ik met fierheid zeggen. Maar er zijn dus ook nog andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid die met water geconfronteerd worden. Wij noemen dat watergebonden. Zoals bijvoorbeeld afdeling kust, die dan de kustwering voorziet. En ook de mannen van het groen, help mij, Agentschap Natuur en Bos, zo is het. Dus zij beheren dan de niet bevaarbare waterlopen en zij zouden ook moeten instaan voor de degelijkheid en het ook kunnen terugvallen van het werken van hun keringen, die wel van een kleinere grote orde zijn dan de onze. Dus zoals ik al zei, de algemene kennis is thematisch gecentraliseerd, geotechniek, water, beton, staal, maar de terreinkennis die is integraal verdeeld over alle territoria heen eigenlijk. Dus dat is een soort spanningsveld van ja, hoe gaan we dat monitoren, wie weet wat, en hoe kunnen we die kennisborging voorzien doorheen de jaren. Dat is zo'n beetje een zorg. Zoals ik al zei, we hebben verschillende kunstwerken. En die kunstwerktypes, het zijn er een hele rest. Het gaat van sluizenstuwen enzovoort, je kan het lezen. Maar in het kader van deze presentatie springen er enkele uit het oog. En dat is die kaaimuur, die dijk, en die oeververdediging en eventueel nog de waterbodem. Die woorden, wat betekenen die nu eigenlijk? Dat is een beetje moeilijk. We kunnen een hele semantische discussie beginnen tussen België en Nederland, Vlaanderen dan, maar zelfs binnen Vlaanderen zijn er ook onduidelijkheden over wat het uiteindelijk zou moeten zijn. Uiteindelijk, al die kunstwerktypes, die kunnen we beschouwen als lijnvormige elementen langs het water. Dus een kaaimuur, een dijk, een oever, die kunnen we omschrijven als uiteindelijk de rand waar water, lucht en aarde elkaar samen ontmoeten. En die lijnvormige elementen in de praktijk volstaat dat die gewoon gerefereerd worden ten opzichte van een waterloop in de lengte. En bovendien kunnen ze thematisch worden opgedeeld. En grafisch is het ook eenvoudig om niet te werken met oppervlakken, maar louter met een lijn om op die manier snelle interpretaties mogelijk te maken en ook rapporten te trekken. Een dijk, voorbeeld van een dijk. Ik zet het ook tussen aanhalingstekens, want what's in the name? Dit is zo'n commercieel plaatje. Ik kan zo'n PowerPoint aanzet meekrijgen van mijn vennootschap. En dit hoort er standaard bij. Dus voilà, kijk. Je ziet het. Fietsen, ontspannen, mooi weer, belangrijk. En toch wel wat water en groen. En de weg is er ook wel, maar daar kunnen we gewoon onderdoor fietsen, fantastisch. Maar het moet toch allemaal beheerd worden. En dat wordt ook vanwege het beleid wel eens gemist, omdat lintjes knippen nu eenmaal veel leuker is dan een onderhoud laten uitvoeren voor een bepaald budget. Ik weet niet of dat hier analoog is. Dus een kaaimuur, ook dit is zo'n foto uit een commercieel plaatje. Dus dat verschilt wel van wat bijvoorbeeld waterschappen moeten doen. Zij hebben minder economisch, rechtstreeks, indirect uiteraard wel als de boel onderstroomt. Maar economisch denk ik dat zij niet mee voor impulsen moeten zorgen en daarover waken enzovoort. Maar dit is zo'n kaaimuur, commercieel. Maar wij komen te velden en wij trekken ook wel foto's. Dus ik heb hier ook foto's toegevoegd. Dit is dan ook een dijkje. U ziet ook de beperkte schaal. Dit wordt vooralsnog gecatalogeerd als bevaarbaar, maar het was historisch zo. Maar dat is wel belangrijk, omdat er allemaal Napoleon enzovoort, heel verhaal. Ja, echt waar. Maar dat werd effectief bevaren. Dat werd effectief bevaren toen paard en kar nog de enige mogelijkheden waren enzovoort. Dat was gewoon snel, dat weten jullie wellicht nog veel beter dan ik zelf in Nederland.
Maar ze zijn ambtshalve nog altijd aan ons toegewezen. En alle bijhorende rechten en plichten van belendende of aangelanden, die horen daar ook bij. Net als het jaagpad, om schepen te jagen. We hebben nog een kaaimuur, ook een foto van ons. Maar die kan dus verschillende aspecten hebben, zoals het gedeelte hier dat volledig op palen staat overwelfd, terwijl hier met damplanken een ander constructietype werd gerealiseerd, wellicht in meerdere fasen. We hebben ook een dijk, bij Diest is dit, en we hebben grond ook in Vlaanderen. Kijk. Maar er zijn ook gebreken aan. Dat kan bepaalde proporties aannemen, zoals ook kaaimuren kunnen falen. En dit is een beeld op linkeroever aan de Schelde, nabij Antwerpen. De opvolging daarvan enzovoort, even terzijde, daarvoor sta ik in dat dit verder geïnspecteerd wordt en opgevolgd. Die lijnvormige elementen, hoe noemen we die? Ik heb het al enigszins verklapt. Wij noemen dat de waterrand. De waterrand kan verschillende eigenschappen hebben en dat simultaan. Dus bijvoorbeeld een kaaiconstructie kan tegelijk ook een hinterland hebben dat lager gelegen is. Dus eigenlijk is het een dijk, maar een kaai. Er ontstonden heel wat discussies van, ja maar, dat is een kaai, dat is geen dijk, maar een dijk is iets wat een hinterland moet beschermen. Dus om al die zaken te ondervangen, en er zijn nog veel andere mogelijkheden, hebben we het de waterrand genoemd. En die waterrand die kan verschillende aspecten hebben. Het begint bij een lijntje. En die krijgt dan gestalte door oevers. Linkeroever, rechteroever, met specifieke eigenschappen. Een helling van talu, de frequentie waarop dat die geïnspecteerd dient. Wanneer er bestortingen dienen uitgevoerd. Welk groentype, wanneer het gemaaid moet worden. U kan het maar verzinnen. Die hellingen die zijn op bepaalde plaatsen anders. Dus dan gaan we zeggen van maar dat stukje van opwaarts naar afwaarts, dat stukje eerst, dat heeft een andere helling dan verderop. Dus eigenlijk moeten we hier een compartimentering toepassen en dat stukje waterrand een andere eigenschap geven. Dus laten we dat inkleuren en zeggen, kijk, met die volle lijn wil zeggen jaarlijks en die stippellijn is tweejaarlijks, bijvoorbeeld. Maar zoals ik al had aangehaald, ook de inspectiefrequentie kan als zodanig gesteld worden van, die moet over volledige lengte volgens bepaalde, volgens bepaalde zaken gebeuren. Bestortingen zijn uitgevoerd daar en daar en daar. Ja, het groen moet zo en zo en zo gemaaid worden tussen die plekjes in een drieslagstelsel en behoeven van de natuur bijvoorbeeld. En al die eigenschappen die betekenen een vermoting, waar een kat haar jongen niet meer in vindt. Ook om wat grafisch weer te geven, wanneer noemen we nu iets anders, hoe gaan we met naamvoering om, dat schept de problemen. En we hebben uiteindelijk thematisch de zaken letterlijk naast elkaar gelegd. Want het zou anders gewoon een wirwar van velden en van vlakken geven. Ik weet niet hoe het jullie met gis omgaan hier in dit huis, maar het kan wel bepaalde toestanden meebrengen. Dus we zouden gaan werken via een referentielijn. En die referentielijn komt niet zo nauw, maar wat er dan parallel aankomt, dat maakt het net interessant. En men noemt dat linear referencing. Ik weet niet, het is net nog leesbaar, denk ik. In de GIS-wereld is dat wel gekend. En we gaan ook grote stappen ondernemen om aan de hand van dit model verder te werken. En wat maakt het net interessant, je kan daarmee thematisch te werk gaan. En die thema's, dan val ik weer terug op die verschillende entiteiten, GO, 2L, de geotechniek, het waterbouwkundig laboratorium, sorry. Expertise beton en staal enzovoort. Zij kunnen dan specifiek hun bandbreedte, stukje bandbreedte, aanspreken om daar
gegevens in weer te geven. En op die manier ook aan te geven waar ze niets over weten. Want dat is ook belangrijk. Uiteindelijk, die linear referencing wordt misschien iets te technisch, maar je kan dat ook doen aan de hand van bestaande polygonen en die neerslaan ten opzichte van die referentielijn, maar toch verwijzen naar de eigenschappen van de polygoon waar oorspronkelijk naar verwezen werd. Hier heb ik een voorbeeld voor een kaai, zoals we daarnet op die foto zagen, met bijvoorbeeld, ja, die kaai wordt beheerd door, of gebruikt door één vennootschap, maar die heeft twee verschillende eigenschappen op twee plekken. Maar het geheel is nog met beblendende gronden opgenomen in één overeenkomst met die uitbater van die kaai-constructie. Goed, maar ja, hoe maakt u het? Ja, dat zegt u wel eens vaak tegen iemand van, ja, bij ons is het eigenlijk hoe is het, maar hoe maakt u het staat wel netjes, moet ik zeggen. En vaak zegt u dan, goed, maar u heeft natuurlijk, u bent beleefd genoeg om niet te zeggen, vindt uw arts dat ook? He, of uw vrouw, he. Of uw man. Maar ja, als er dan beleidsmatig een vraag gesteld wordt, ja, we geven geld uit en ja, we willen weten of dat het rendeert, of het op de juiste plekken wordt uitbesteed, ja, dan tot nu toe vallen we eigenlijk terug op, ja, als u zegt goed, dan zal het wel zo zijn. Maar tricky. Al is het maar voor uzelf, want je weet niet waarop dat je moet terugvallen om uiteindelijk toch iemand van antwoord te dienen. En om die reden heb ik, ja, sinds dat ik nu een 8-9 jaar mijn job doe, zowat voortschrijdend inzicht, iets op tafel kunnen krijgen. En het ziet er naar uit dat we dat gaan kunnen implementeren binnen heel MOW, wat ik daarnet al geduid heb. We gaan werken met indicatoren. En een indicator bestaat niet uit één cijfer, maar ja, de toestand moet nog verder gekaderd worden. De toestand, of de indicator, bestaat onder meer uit een beoordelingscijfer. U zegt goed. Ja, dan kunnen we stellen 8 op 15. Waarom dat ik op 15 kom, dat is later duidelijk. Maar de kwaliteit van de bron. Ja, had u gedronken toen dat u die uitspraak deed? Was het vroeg of laat op de dag? Hetzelfde voor de inspectie en voor de beeldvorming over jullie patrimonium, ieders patrimonium. Ja, wist, ja, goed, want ik ben er net voorbij gereden en ik zag dat alles in orde was. Het kan zijn dat niet de budgettaire ruimte en de mankracht is om te kunnen zeggen, het is goed. Of ja, het was wel goed, maar je moet het toch met enige marge nemen qua zekerheid dat het effectief zojuist beoordeeld kan worden. De kwaliteit van de bron dus, erg belangrijk. Hoe maakt u het? Goed. En zegt de dokter dat ook? Ja. En wanneer had u die dokter gezien eigenlijk? Dat weet ik niet meer hoor. Misschien was het wel 5 geleden. Zeer belangrijk. Daarmee gaan we te werk. En het is niet evident om dat te doen, want dat betekent cijfers, cijfers, cijfers. Gewoon goed zeggen is veel makkelijker. Maar ja, als iemand zegt goed, oké, als iemand zegt slecht, aan wie moet die de centen uitgeven? Ik weet het niet. Daarvoor heb ik een model uitgewerkt dat ook een neerslag zal vinden in een beheertoepassing. We verkeren momenteel nog in een onderhandelingsprocedure, dus het is momenteel vrij spannend op dat front. En als het wil lukken, het lukt, dan zien jullie nu hier een... ik heb me toch moeten omdraaien. Of kan ik het daar? Het muisje is wel klein, hè? Nee. Ja. Ik ga het zo doen.
Zoals ik al zei, de status is een... Wacht een ogenblikje. De status is de uiteindelijke beoordeling of dat het in een goede staat verkeert na de analyse van de beeldvorming. Of van de beelden die de beeldvorming hebben opgeleverd. Maar het ook belangrijk is om erbij te vermelden waar jullie nog geen beeld van hebben. Dus dan, op die manier kan er ook een werkpunt van gemaakt worden om dat percentage omlaag te trekken. Om terug te komen op die vergelijking, hoe maakten we het? Goed, ja, de oogarts zei het, de oorarts zei het, de internist zei het, en noem maar op, maar die en die artsen heb ik nog niet geconsulteerd. Bij deze meegegeven, nog niet bekend, 22%. Soms zijn zaken moeilijk te inspecteren en ja, moeten we toch voort. Hier is de plek om dat dan weer te geven. De gedateerdheid, ja, hoe kunnen we daar een percentage op kleven? Dat is een beetje moeilijk, omdat wanneer is iets gedateerd? Dat hangt af van ja, zoveel parameters. Uiteindelijk hebben wij gesteld dat de gedateerdheid 100% is wanneer dat de vooropgestelde inspectiefrequentie net gehaald is. Dus stel dat iets driejaarlijks moet geïnspecteerd worden, na 3 jaar zal die op 100% staan. Zodra dat die de 100 passeert, gaat die gedateerdheid exponentieel achteruit, of erop vooruit moet ik zeggen. Dat is wel een belangrijke nuance, dat is niet recht evenredig met de tijd. Want de kans dat er iets misloopt en dat er bepaalde mechanismen van falen, dat kan zowel over bruggen, kaaien, stuwen, sluizen, maar ook over keringen gaan. Bepaalde mechanismen die kunnen andere mechanismen uitlokken. En op die manier kan de toestand ook doorheen de tijd sneller achteruit gaan. Die indicatoren hier is specifiek voor de structuur. Een voorbeeld gaat hier, is hier voor een brug, maar het valt eigenlijk ook over te zetten op keringen zoals bekleding enzovoort. Wat u nu ziet is het minimum. Het scherm is gewoon te klein. Maar er kan ook een specifiek belang toegekend worden. En zoals u daar ziet in kolom U, de vooropgestelde inspectiefrequentie die ook afhankelijk van bepaalde aspecten afwijkend kan worden opgesteld. Terug naar het minimum, dat is beter. Daarnet was het bouwkundig op zich, maar het kan ook gaan over bedrijfszekerheid. En een voorbeeld wat ik daarbij altijd geef is bijvoorbeeld een wegbrug waar het sporen en trams en bussen overreden, die rijden er nu niet meer over door een bepaalde wijziging in de verkeerssituatie. Maar de brug ligt er nog wel, wat doen we ermee? Voor voetgangers is die 100% bedrijfszeker. Dus we kunnen stellen dat die brug wel 100% bedrijfszeker is, maar daarom niet in een goede toestand. En op die manier kan er enigszins genuanceerd worden. Ik weet niet hoe dat dit valt over te zetten op waterkeringen, maar misschien biedt dat ook wel mogelijkheden. En de aanhorigheden zijn er ook. Zoals, misschien, wij noemen dat kaaimeubilair. Zo is er ook meubilair die deel uitmaken van... van het kunstwerk en die worden niet afzonderlijk ook mee in de beoordeling opgenomen. Dat alles maakt dat met die frequentie van de beeldvorming en de beoordeling er een historie kan opgebouwd worden. En die kan allemaal geschikt van lang geleden naar recent en dat kan dan grafiekjes opleveren, met de indicatoren aangegeven, met een beoordeling door een adviseur, maar door het beheer zelf, maar ook door een externe adviseur. Dus dat kan eventueel opgesplitst worden. Op die manier, okay, als ik nu zou vragen van hoe maakt u het, ja, dan kan u een verhaal brengen met vier waarden. Hè. Goed, van zoveel procent weet ik niks. Ik weet het
ongeveer allemaal sinds vorige week. En het waren topdokters. Dank u wel. Nou, fantastisch. Heel erg leuk om het is in deze taal te horen. Ik weet nog niet heel precies wat jullie aanpak voor ons zou kunnen betekenen. Daar moet ik toch nog eens even over denken. En daar moeten we misschien nog eens een gesprek over hebben. Maar dat zit ik hoor in ieder geval een heleboel elementen die voor mij niet meteen helemaal herkenbaar zijn. Ook in de wijze van aanpak en dergelijke. Maar het is nogmaals ontzettend leuk, vind ik, om dit zo vanuit het Belgische te horen. En nogmaals hartelijk dank dat je deze kant op wilde komen om onze dag met deze inleiding af te ronden. Dus neem plaats, zou ik zeggen.